Hey, we zijn weer terug, we zijn weer terug. Ik heb vandaag echt 6 video's opgenomen. Young Luca, fok mijn nek is koud met ijs. Ik heb een comment gehad, zo van, yo, je moet op die tune reageren. De tune heet Anna Montana van Demiel, Dice met een 3 en Roy. Produced bij Roy. Roy is die guy van VI, hij is ook hard, maar let's go. Even kijken of ik Roy enge beats gaan maken. Ik ken deze tune niet, ik heb hem ooit één keertje gehoord. Dus hey, let's go. Ja, ik heb het net even beseft, maar banger, ik ga je nu al zeggen. Maar ik heb nog niet, ik slaap op dit, ja. Nu ga ik met jullie delen, zodat ik me verplicht voel om het ook te gaan luisteren. Het leek op zo'n drill-achtig clip, wel zo'n losertje. Ik noem die guy geen loser trouwens, hè. Dit is waarschijnlijk een harde guy, maar er zit zo'n drill dat hij helemaal zo... Ja, fuck that shit, that kind of people, man. Gewoon love. Moeten niet mensen neersteken, dus let's go. Maar deze guy zit waarschijnlijk niet, dus love. Volgens mij was dat enge stijl, man, maar dat weet ik niet zeker. Niet boos voordat ik het niet goed heb. Deze beat is fucking gek, man. Nu al nee. Anna, say shit. Zoals Tony Montana. Oude Anna, mijn. Dark Anna, mijn. Ogen, die zijn zwart en donker. Ik weet dus niet wie Dice met een 3 is, maar ik weet wel wie Roy is. Maar volgens mij is dit Dice met een 3, man. In de lucht, het is op somber. Jullie rappers swag, suck my dick. Jouw collabben, man, die hangen met de klik. Beat van Roy en je kick. Koud als omdat dit het moet. Film. Ja. Dat die shit gaan naar de spoed. Dit is de middag. Dit is terror door die boxen, man. Dit is terror door die boxen. Dit is fucking gek. Is antwoord op de vraag dat stippels is. Waarom deed jij het is hij zo met een 3? Demiel was weg bij VAS volgens mij. Maar dit geeft me toch... Ik wil die guy niet beledigen of zo. Ik wil hem niet. Maar dit is toch een VAS-achtig iets, man. En dat wil zeggen dat het hard is, hè. Want VAS is hard. En Demiel is ook hard, man. Is hij zo met een 3? Fuck you, nee, jij kent mij niet. Ja, daar komt hij. Deze guy heeft echt een angstaanjagende stem, dus hij komt echt gevaarlijk op die tunes. Anna, 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 say shit. Op die camo-tune kwam hij levensgevaarlijk. Parsa, hadden we nog wat gezegd? Hij had mij, laten we dit ook meteen ingooien. Parsa had mij nog gezegd over die... Parsa facetimed mij eens via Insta. What the fuck? What a legend. En zo... Hij zei zo over die tune, die camo tune met Demiel. Ik ga het kort houden. Hij zei over die camo tune dat in de hoek Parsa ook zit. Alleen dat het zo gemixt is, hij dat niet heel goed hoort. Dat wilde ik zeggen. Love. Dus luister die tune met de koptelefoon. Love. Zoals Tony Montana. Verkoop seks, ik overrek. Ik kom met die stans voor je nek. Mijn shanks, ik kom met 100 toegen. Je hebt je getuigen smeer. Rode dos, de dosternis komt als er licht op je hier. Deze man komt woedend. Nee, deze man... Heeft net de persconferentie van Hugo de Jonge en Mark Rutte gekeken. Waarom staat dit licht aan? Deze man komt woedend, man. Yo, ik wist niet dat Roy zulke domme beats kon maken, want ja, dit is heel gek, man. Anna, Anna, achterhaal u achterna. Achteraf, ik kom zo voel in mijn nek, mijn mond. Hij stopt niet, deze man blijft doorgaan met domme shit op die tune zeggen. Deze guy blijft doorgaan. Roy staat ook op de feature, dus we gaan ook. Dit wordt de eerste reactievideo op fucking Roy, man. Ik zei het maar, Roy staat op deze tune, let's go. Ratata, geen... Nee, fuck boef, man. Fuck boef, fuck. Op een tafel zonder rappers, mijn. Anna van der Ratta, ratata, die draagt zijn kanker weg. Oké, nu komt Roy, man. Die guy is ook... Roy, bitch. Ik ken dat shit. Ik secret. Ik secret. Yeah.
Daar komt hij hoor, daar komt hij fucking rooi man. Kankernek. Ik kom met een kankerbeat, donkerder dan Zwarte Piet. Manoeuvreer door massacre. Yo, fuck kanker Zwarte Piet man. Racistische teringzooi man. Fuck die shit man. Sakra, in de schaduw, jij zit niet. Dangereux, ik laat u zien. Ik ben bos net als de mil. Want ik heb dagelijks problemen met mijn agressie. Fuck up bro, wat jij doet. Stop die vriend daar in die nood. Deze man komt ook woedend man. Deze tune is echt gewoon... Deze guys hebben net een ruzie met iemand gehad en ze mochten die guy niet in elkaar slaan, hij had de politie gebeld ofzo, dus hey, ze gingen een tune maken, dus ze hebben deze banger gemaakt, man. Gewoon, ik moet boeken schrijven, dan noem me Young Paul van Loon. Ook fuck deze clip, man, er gebeurt veel. Ja man, gekke feature, gekke beat. Ik heb ook nog een punt gemaakt over Zwarte Piet, want fuck that shit man. Dus allemaal mooie bruggetjes, mooie tune voordat het zo laat is. Mooie video, is mijn money video al ready. Let's go, ik spreek jullie soon, check man. De nieuwe video is daar, waarschijnlijk is dit al online als dit dropt. Jullie hebben deze waarschijnlijk al gezien. Shout out naar Ior man. Hey yo, we doen het even zo. Ik spreek jullie soon bij een nieuwe video. Swag man, begin deze shit te checken. Ik spreek jullie soon. Love.